Hallo, ik ben Mladen en ik ben wetenschapper. Vandaag gaan we het hebben over de Dode Zeerollen. 2000 jaar oude boekrollen. Wat zijn ze eigenlijk en waarom zijn ze zo belangrijk? En wat is een boekrol eigenlijk? En uit wat voor een wereld van 2000 jaar geleden komen ze? Maar eerst een filmpje. Want waarom worden ze wel de grootste archeologische ontdekking van de 20e eeuw genoemd? Waar jong en oud helemaal gek van is. Het begint ergens in de winter van 1947, dat Bedouinen, die zijn daar met hun kuddes, die grazen daar. En ze raken één dier kwijt en gaan daarnaar op zoek. En op een gegeven moment een van hen vindt een grot door het gooien van steentjes. En die gaat door de opening en daar breekt iets. En de vraag is dan, ja, wat is dat? Wat breekt daar? En hij komt een paar dagen later terug. Kruipt door die nauwe rotsopening. En wanneer zijn ogen een beetje aan het licht gewend zijn, ziet hij daar, zegt hij, 15 kruiken staan en begint ze te openen. Deksels eraf en de meeste zit stof in of zand. Maar in één daarvan vindt hij een zevental stukken leer opgerold, in linnen omwikkeld en hij neemt er een aantal mee. En dat waren prachtige exemplaren, sommige van 8, 9 meter lang. Letterlijk en figuurlijk is het verhaal daarna eigenlijk gaan rollen. En in de 10 jaren daarna zijn nog 10 andere grotten ontdekt. Het pakt een van de bronnen van onze westerse cultuur, de Bijbel, en brengt ons terug naar een fundamentele fase in de ontwikkeling van wat die Bijbel is geworden. Dus in dat opzicht, ja, hebben we hier echt met een grootse archeologische ontdekking te maken, omdat het terugvoert naar waar wij vandaan komen en eigenlijk ook omdat het nog steeds relevant is voor vandaag de dag waar we heen gaan. Nou, Dode Zeerollen, boekrollen. We hebben ze in alle soorten en maten. Eigenlijk net zoals boeken vandaag de dag. Je hebt mooie grote boeken, je hebt kleine boeken. Ze hebben hier een prachtig exemplaar. Helaas, het is geen echte Dode Zeerol, dat zou wat zijn. Maar hij heeft eigenlijk wel het formaat van eentje die we nog steeds hebben. Namelijk de prachtige tempelrol uit de 11e grot, meer dan 9 meter lang. En de hoogte klopt ook ongeveer, 50 centimeter. Dit was zo'n prachtige deluxe editie. Maar we hebben ook bijvoorbeeld gewoon eenvoudige pocket edities van die kleine rolletjes. Kon je ook mooi uitrollen. Nou, dat lukt nou niet heel erg goed natuurlijk. Maar die kon je gewoon in je zak meenemen. Geen enkel probleem. Kijk, en hoe lang is nou een rol van 9 meter? We gaan hem eens even uitrollen. Komt-ie. Kijk, zo lang kan zo'n Dode Zeerol dus zijn. 9 meter. Enorm. De Dode Zeerollen zijn een prachtige archeologische ontdekking. Welke andere grote archeologische ontdekkingen ken je nog? En wat is de betekenis van die ontdekkingen voor onze kennis van het verleden?